Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en vandaag ga ik kijken naar Bohemische Dörfer. Of in het Engels Bohemian Villages. Hij is nog niet in het Nederlands, dus mocht iemand het leuk vinden om een spel uit te gaan geven, misschien kan je deze in het Nederlands gaan uitgeven. En in dit spelletje gaan we onze meeples inzetten, maar het is niet echt worker placement, want je zet je meeples niet neer om acties te doen, maar alleen maar om punten binnen te halen. En daarvoor gaan we met deze dobbelstenen gooien. Die bepalen waar je je poppetje neer mag zeggen en welke punten je daarvoor gaat krijgen. Sommige punten scoor je gelijk, sommige punten scoor je tijdens het spelletje en andere punten scoor je helemaal aan het einde van het spelletje. Het is voor 2 tot 5 spelers en het speelt lekker vlot weg, dus laten we ook maar lekker vlot gaan kijken hoe het gaat. En dit is de start van 1-2 spelerspelletje. Er zitten 9 tegels in totaal in de doos en speel je het met z'n 5, dan speel je met alle 9 tegels. En die zijn ook nog dubbelzijdig, dus het is altijd een beetje anders. En op elke tegel staan een aantal gebouwen die je straks kan gaan activeren. Voordat je gaat beginnen tel je nog even hoeveel gebouwen je hebt met nummer 7. En op die nummer 7 daar staat dat glassymbool en net zoveel symbolen als dat je op het spel ziet liggen. Zoveel fiches leg je ook neer. En hetzelfde geldt voor het aantal molens wat je ziet. Zoveel van die graanzakjes leg je neer. Dan hebben we ook nog de inn. Daarvoor leg je die schildjes met een tap bier erop. En we hebben nog bonus tokens die je kan gaan inzetten waarmee je mag rerollen. Hier hebben we nog een token voor de bishop. Kom ik aan het einde wel even bij. En elke speler krijgt een mooi kartonnen overzicht, hard karton, waarop precies staat wat de punten gaat opleveren. En vervolgens mag de startspeler alle 4 de dobbelstenen gaan gooien. Je worp bepaalt op welk huisje je poppetje neer mag gaan zetten. En in principe elk huisje levert gewoon punten op. Sommige krijg je gelijk, sommige krijg je tijdens het spel en andere punten krijg je pas aan het einde van het spel. Maar van die dobbelstenen kan je gaan kiezen. Je zet altijd 1 poppetje in. Je kan een combinatie maken van 2 dobbelstenen, bijvoorbeeld 1 keer 4. En heb je nog 2 dobbelstenen over waar je ook een combinatie van mee kan maken. En dan kan je dus zeggen, ik zet 2 poppetjes in. Eentje op deze combi en eentje op die. Nou, je mag natuurlijk zelf weten hoe je die combi maakt. En je kan ook zeggen, ik wil maar 1 poppetje inzetten en daarvoor gebruik ik dan 3 dobbelstenen. Mag je nooit mee boven de 12 komen natuurlijk. Maar dan kan je zeggen, ik maak een setje van 3. En die 4e dobbelsteen, ja, die gebruik ik dan niet. Gooi ik bijvoorbeeld een 3, dan mag ik 1 poppetje neerzetten op mijn huisje nummer 3. En laten we maar even beginnen met de huisjes 2, 3, 4 en 5. Ga gewoon lekker de volgorde af. En die huisjes 2, 3, 4 en 5, dat zijn verschillende huisjes en die kan je gaan sparen om aan het einde van het spel veel punten te krijgen. Voor de uitleg leg ik ze nu even zo neer, zodat het wat overzichtelijk is en er toevallig deze mooie tegels naast elkaar liggen. Gooi ik dus een 3. Dan kan ik zeggen, ik zet mijn poppetje op het huisje met nummer 3. Dat is de slager. Er is ook nog een melkboer. Gooi je 4, dan mag je daar een poppetje op neerzetten. De bakker, waar je op mag zetten als je 2 gooit. En gooi je 5 met je dobbelstenen. Dan kan je ervoor kiezen om hem op de kleermaker neer te zetten. Lukt het jou aan het eind van het spel om alle 4 de verschillende huisjes verzameld te hebben, te bezitten, dan krijg je 20 punten. Heb je 3 verschillende huizen in bezit, dan krijg je 12 punten. Heb je er maar 2, dan krijg je 5 punten. En heb je aan het einde van het spel maar 1 van die 4 type huisjes bezet, dan krijg je 1 punt. En je mag ook tijdens het spel meerdere setjes gaan verzamelen. Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld een huisje nummer 3 helemaal niet in het spel zit. Het is maar net hoe je de tegels gedraaid hebt aan het begin van het spelletje. Heb jij echter halverwege het spelletje al die 4 die huisjes bezet, dan is het nog niet zeker dat je die aan het einde van het spel ook hebt, want voor de huisjes 2, 3, 4 en 5 geldt dat je tegenstander je daar ook weer vanaf mag schoppen. Dus gooit geel nu 4, die denkt, hé, ik wil ook die huisjes gaan verzamelen, maar jij staat er al, dan gooi ik jou lekker van nummertje 4 af en dan ga ik er staan. Gaat dit poppetje terug naar de eigenaar en dan moet rood later maar weer gaan proberen hem terug te krijgen. Voor deze huisjes geldt wel, je mag alleen elkaar eraf schoppen als je niet al zelf zo'n huisje hebt. Dus stel, rood heeft al een huisje van de melkboer, dan mag hij nu deze er niet afschoppen. Dat mag rood alleen doen als hij zelf nog geen melkboerhuisje bezet heeft. Dus aan het begin van het spelletje heeft het misschien nog niet heel veel zin om je poppetjes daar neer te gaan zetten, want die kunnen er toch nog van afgeslagen worden. Maar naar het einde van het spel toe wil je natuurlijk wel gaan zorgen dat jij degene bent die alle 4 de verschillende huisjes heeft, indien mogelijk. Nou, na 2, 3, 4, 5 komt 6 en 7 en die werken eigenlijk hetzelfde. En die staan op dit tegeltje bijvoorbeeld mooi bij elkaar. Gooi je een 6, dan mag je je poppetje hier neerzetten en dan pak je het bijbehorende fiche. En staat jouw poppetje eenmaal op de 6, dan blijft die daar staan. Dan mag je daar niet van afgeslagen worden. Die komen straks pas terug. Hetzelfde kan je doen met 7. Gooi je een 7, dan kan je hem bij de glasmakerij neerzetten. Of glasmederij, hoe heet dat? Glasmaker. En dan mag je een glastokentje pakken.
En die 6 en 7 gaat net zo lang door totdat de fiches op zijn. En dus ook alle gebouwtjes bezet zijn, want je legt hier net zoveel fiches neer als dat de gebouwtjes waren. Stel, rood zet hier deze nog neer. En geel pakt later in het spelletje met 7, pakt hij deze 3. Op het moment dat het laatste huisje van bijvoorbeeld de glasmaker in dit geval bezet wordt, hebben we even een time-out. En dan levert iedereen zijn glasfiches weer in. En voor elk glasfiche wat je inlevert, krijg je maar liefst 3 punten. Dus rood heeft er 2, krijgt dan 6 punten. En geel levert er maar liefst 3 in. En die krijgt dus maar liefst 9 punten. Al die fiches gaan weer terug. Alle poppetjes die op de glasmakerij stonden, die gaan ook weer terug. En dat betekent dat je en je poppetjes weer terugkrijgt. En we kunnen weer opnieuw die tokentjes gaan verzamelen. Hetzelfde geldt voor de molen. Elke keer als je een molen bezet, krijg je dus zo'n graanzakje. Zijn de graanzakjes op, dan stoppen we weer even het spelletje. Gaat iedereen al zijn graanzakjes inleveren, krijgt al die popjes terug. En voor elk graanzakje wat je inlevert, krijg je 2 punten. Dus voor het glas krijg je 3 punten en voor het graan krijg je 2 punten. Dan krijgen we nu een aantal gebouwen waar je altijd van afgeschopt mag worden door je tegenstander. We beginnen met nummer 8, dat is dan de boerderij. Dat zijn deze huisjes en gooi jij dus 8, dan mag ik daar mijn poppetje neerzetten en dan krijg ik 1 muntje. Maar je krijgt 1 muntje voor elke boerderij die je bezit. Dus de eerste keer krijg je maar 1 muntje, maar doe ik in de volgende beurt ook deze boerderij erachter. Hé, nou heb ik 2 boerderijen, dus dan krijg ik 2 muntjes. En je snapt het al, bezet ik 3 boerderijen, krijg ik 3 muntjes enzovoort enzovoort. Dus hoe meer boerderijen je bezet, hoe meer geld je krijgt per boerderij die je daarna bezet. En deze mogen er dus altijd afgeschopt worden. Dus nu kan geel zeggen, hey, ik haal deze er lekker af. En nou krijg ik 1 muntje. En nou krijgt geel 2 muntjes, enzovoort, enzovoort. Dus dat is een constant gevecht. Waarbij het vooral interessant is om er wat meer te hebben. Omdat het nou eenmaal meer punten oplevert. Na nummer 8 komt nummer 9. Het lijkt wel Sesamstraat dit. En gooi je 9, dan mag je je poppetje op een inzetten. En zet je je poppetje daar neer. Dan mag je zo'n vaatje pakken. Die heeft 2 kanten. Eentje is wat kleurrijker en de ander is nog wat grijs, wat donker. Die kant leg je voor je neer. En deze wordt pas geactiveerd zodra er behalve de in nog 3 andere gebouwen in het dorpje bezet zijn. Want ja, anders heb je natuurlijk niet genoeg klanten voor in je in. Dus als er tijdens het spel, en het maakt niet uit door wie, mag ook lekker door je tegenstander zijn. Zodra er 3 gebouwen bezet zijn plus jouw in, dan mag je het tokentje van je in omdraaien. En gaan er nu straks om een van de reden poppetjes naar huis, bijvoorbeeld omdat al die fiches verzameld worden, dan blijft die opengedraaid. Eenmaal actief, blijft die actief voor de rest van het spelletje. En waarom wil je dat hebben? Zodra je in actief is, krijg je aan het begin van elke beurt, krijg je 1 muntje voor elke in die je geactiveerd hebt. Dus lukt het jou om bijvoorbeeld 3 ins te voorzien van mensen, dan krijg je 3 van die fiches en dan krijg je dus ook elke beurt 3 muntjes, is 3 punten. En het vervelende hiervan is dus dat je er vanaf geschopt kan worden. Want pak nu geel, zegt hey, ik wil die in. Dan moet je je fiche inleveren en dat geef je aan de speler die dan de nieuwe ineigenaar is. En is dat fiche actief, dan geef je hem ook actief over. Deze wordt tijdens het spel niet meer omgedraaid. Na 9 komt nummer 10 en die zien we hier al staan. Dat is de Town Hall. De Town Hall levert zijn punten pas op aan het einde van het spel, met als voorwaarde dat het hele dorp bezet is. Dus elk gebouwtje in dat dorp moet bezet zijn. Pas dan krijgt de eigenaar van de Town Hall aan het einde van het spel de punten. In dit geval zijn dat er 7. En je hebt dus verschillende Town Halls met verschillende waardes. Is er 1 gebouwtje niet bezet aan het einde van het spel, dan heb je pech, dan is je Town Hall helemaal niks waard. En om het nog strenger te maken, heb je aan het einde van het spel geen 1 Town Hall in bezit. En dan maakt het even niet uit of die wel of niet vol is. Maar heb je geen enkele Town Hall in bezit, dan moet je 5 muntjes inleveren. Krijg je dus 5 strafpunten. Dus je wil er sowieso in 1 hebben. En voor de punten ga je dan ook nog zorgen dat die een beetje bezet is. En halverwege het spel kan je dus alvast een beetje gaan kijken van, nou, die tegel is al lekker vol bezet. Dan ga ik daar mijn poppetje neerzetten. Heb ik een grotere kans dat die aan het einde van het spel ook nog vol is. En ook van die Town Hall kan je dus het hele spel lang constant afgekikt worden. En die kan dus de hele tijd wisselen van eigenaar. Nou, na nummer 10 komt nummer 11. Goed zo. Nummer 11, dat is de kerk. Ook die gaat weer
geld opleveren aan het einde van het spelletje. De speler die de meeste kerken bezit, die krijgt maar liefst 10 punten aan het einde van het spel. En de nummer 2 krijgt dan nog 6 munten. En ook daar kan je dus constant van afgeschopt worden. Maar er geldt nog iets anders en dat is dat bishop tekentje. En als je dat token hebt, dan gaan je kerken ook nog eens punten opleveren. Dat werkt een beetje hetzelfde als met die taverne, als die in. Heb jij dit token in je bezit, dan krijg je aan het begin van je beurt, voordat je gaat rollen, krijg je 1 muntje voor elke kerk die je bezit. Dus hoe meer kerken je hebt en je hebt dit tokentje in bezit, hoe meer punten je krijgt. Nou, dan is de grote vraag natuurlijk, hoe kom je aan dit tokentje? Gooi je in een beurt dubbele ogen, dus 2x6, of je gooit 2x4. Dan mag je zeggen, ik gebruik een van die dubbele getallen niet om mijn poppetje neer te zetten, maar daarvoor pak ik dit tokentje en dan mag je dat tokentje voor je neerzeggen. En dat heb je dan. En deze kan dus wel constant van je afgepakt worden. En dan komen we uit bij de laatste getal wat je kan gooien en dat is 12. En dat is gewoon instant punten. Zet je gebouw, je poppetje neer op de manor, ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar in elk geval op dat grote gebouw van 12 krijg je gelijk het aantal punten wat erop staat. In dit geval 2. Nou, je hebt ook een gebouw, daar staan maar liefst 7 punten op. En dit poppetje ben je de rest van het spelletje kwijt en kan er ook niet afgeschopt worden. En gooit een speler hierna ook weer 12, dan moet hij zelf even gaan kijken wat dan het ene hoogste gebouw is wat hij nog kan gaan bezetten. Dat is hoe alle gebouwen werken. Hebben we tot slot nog 1 fiche niet besproken en dat is het reroll fiche. Je mag er steeds maar eentje hebben en heb je hem gebruikt, dan lever je hem in, gaat hij uit het spel en dan mag je weer een nieuwe gaan verzamelen en zijn ze op, dan zijn ze op. Dus het is eenmalig gebruik en dan gaan ze uit het spel. Om zo'n fiche te krijgen lever je gewoon 2 dobbelstenen naar keuze in. Maakt niet uit wie wat, hoeft niet gelijk te zijn. Je zegt gewoon 2 dobbelstenen gebruik ik niet, in plaats daarvan pak ik dat fiche. En als je dat fiche pakt, mag je hem gelijk gebruiken. En daarmee mag je een x-aantal dobbelstenen. Je mag zelf weten hoeveel mag je opnieuw dobbelen. Behalve als je dat fiche gekocht hebt natuurlijk. De 2 dobbelstenen die je daarvoor hebt gebruikt, die mag je niet rerollen. Maar in een latere beurt kan je dus zeggen, hey, ik lever dit fiche in. En dan gooi ik lekker al 4 mijn dobbelstenen opnieuw, want ik heb niet gegooid wat ik wou gooien. Je mag nooit 2 fiches hebben. Je hebt altijd maar maximaal 1 fiche ter beschikking voor jezelf. En daarna zul je weer een nieuwe moeten gaan halen. Ik wil net het filmpje gaan maken en ik kom erachter dat ik even het stukje heb gemist waarbij ik vertel hoe het spel eindigt. Want je gaat gewoon net zo lang door met je poppetjes neerzetten tot het spelletje is afgelopen. En het spelletje is afgelopen als een speler aan het begin van zijn beurt geen poppetje meer heeft. En de nadruk ligt op het begin van mijn beurt, want het kan best zijn dat ik bijvoorbeeld hier mijn poppetje, mijn laatste poppetje neerzet op de boerderij. Stel nu dat rood hem ergens anders neerzet en ik ben nu weer aan de beurt en ik heb geen poppetjes meer. Dan is het spelletje afgelopen en dan gaan we alle punten tellen die je nog krijgt aan het einde van het spel. Maar zet ik mijn laatste poppetje neer en denkt rood dan, hey, ik schop jou ervan af. Dan heb ik dus mijn poppetje weer terug aan het begin van mijn beurt. En dan is het spelletje nog niet afgelopen. En daarmee heb je dus invloed op hoe lang het spelletje duurt door juist iemand eraf te slaan of juist niet. Is het spelletje afgelopen, dan ga je dus kijken naar die verzamelingen van huisjes 2, 3, 4, 5. Hoeveel punten je daarvoor nog krijgt. En deze fiches leveren ook nog punten op, alleen ze zijn de helft minder waard. Dus zo'n zakje is nog maar 1 punt waard. En zo'n glas is 1,5 punt waard. Heb je er 2, dan krijg je dus nog maar 3 punten in plaats van 3 voor 1. En heb je er nog maar 1, dan rond je het naar beneden af en krijg je dus maar 1 punt. En wie dan de meeste muntjes heeft, die heeft gewonnen. Het is dus absoluut geen ingewikkeld spel. Je dobbelt gewoon en dan zet je 1 of 2 poppetjes in en die gaan je punten opleveren. En hoe je die punten verzamelt, nou ja, dat staat ook nog eens mooi op het overzichtje. Dus je kan constant kijken hoeveel het op gaat leveren en hoe het werkt. Ik zou het wel mooi vinden als ze op dat overzichtskaartje ook even hadden gezet van welke gebouwen je nou wel afgeschopt kan worden en welke niet. Want dat moet je dan steeds nog weer even kijken van, oh, maar daar mag ik je helemaal niet afschoppen. Of juist van, oh, daar kan ik je er wel van afhalen. En dat ervan afschoppen, dat gebeurt natuurlijk wat vaker met hoe meer spelers je hebt. Want dan ga je wat meer vechten om de plekjes. Met z'n tweeën heb je wat minder tegels, maar heb je nog steeds wel redelijk de ruimte om een beetje te gaan bouwen wat je wil. En dat er afschoppen is dan ook weer een mooie tactiek aan het einde van het spel. Als je denkt, nou, ik sta nog niet eerste, maar mijn tegenstander heeft nu geen poppetje meer. Dan ga ik gewoon even ergens heen waar ik zijn poppetje er vanaf mag schoppen. Mag daar niet, maar even voor het voorbeeld. Want dan krijgt hij een poppetje terug en dan moet hij dus nog een beurt doen. Dus dan wordt het spelletje weer wat langer. Dus je hebt zelf ook nog een beetje in de hand of je het spel verlengt of niet. En daardoor heb je ook weer wat meer tijd om je acties te bepalen. En de meeste punten kan je dus in één keer halen door die 4 verschillende winkels te verzamelen. Want dat is maar liefst 20 punten. Maar dat is dus ook des te meer reden voor je tegenstander om jou daar heel snel weer vanaf te schoppen als het einde van het spel nadert.
En ik vind het dus een leuk en luchtig dobbelspel. Het speelt lekker snel weg. Je hoeft niet al te hard te nadenken. Je moet gewoon even kijken met je dobbelstenen wat je daarmee kan doen. Vergeet niet die fiches af en toe te pakken. Die kunnen heel handig zijn. En het is fijn dat met de glastokens en de meelzakjes dat je daar ook je poppetjes weer mee terugkrijgt na verloop van tijd. En als ik ook maar enig idee had hoe een spel uitgeven ging en als ik er geld voor had, dan had ik misschien nog wel eens gedacht, nou, dit zou ik wel eens een leuk spelletje gaan vinden om uit te geven. Maar goed, dat mogen andere creatieve mensen gaan doen. En ik zag net trouwens ook al op BoardGameGeek, want ik keek even of er niet een Nederlandse versie was. Maar daar staan wel de spelregels in het Nederlands beschikbaar. Dus kan je daar downloaden of nalezen. Maar goed, je gaat dus lekker dobbelen. Je gaat je punten sprokkelen, dan wel direct, dan wel aan het einde van het spel, dan wel tussendoor. En ondertussen kan je je tegenstander af en toe even dwars zitten door hem van een locatie af te knikkeren. Mochten jullie nog vragen over Bohemian Villages hebben, stel ze dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar thespellereporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.